Het bestuur gaat over het financieel runnen van deze club om te kijken of we een nieuw stadion kunnen krijgen en dat de club weer 20 jaar vooruit kan en dat we het geld uit kunnen geven wat we hebben. Ja? Dat snap je allemaal. Ik heb Peter en Edwin de opdracht gegeven om ons in de Eredivisie te houden. Zo duidelijk is het. Ik probeer echt mijn best te doen om het boel bij elkaar te houden met investeerders, raad van commissarissen, etc. En dat is al moeilijk genoeg. Ik sta hier alleen maar om uitleg te geven. Ik ben zelf ook NEC-supporter. Boys. Ik weet hoe moeilijk het is. Kom maar, Bart. Boys. Wij gaan er alles aan doen in die laatste drie wedstrijden om volle bak gas te geven. Dan ga ik zorgen met de trainer. Luister even. Ik ga achter. Heel goed. Ga door. Wij gaan er alles aan doen als team dat we die laatste drie wedstrijden een goed resultaat gaan halen. Teken dat we alles ervoor gaan doen. Het gas opvreten wat er vanochtend is gezegd. Voor elkaar er zijn, voor elkaar gaan vechten. Ja? We gaan nu met z'n allen naar huis. Wij gaan er morgen over praten, hoe we dat gaan oplossen. En dan is het klaar, ja? Goed? Even stil! Nee, maar het laatste nog een keer. We weten na 2 overwinningen in januari. Hè? We hebben kansen gehad dat we deze kut 9 punten pakken. En dan zijn we eigenlijk in de middenveld zijn we klaar. Iedere weekend was altijd teleurstelling. Dit. En jullie hebben gelijk. Vandaag was het een beetje te weinig, want het was het te weinig. En jullie hebben fantastische ondersteuning sinds weken. Maar jij hebt ook gezegd, en die anderen ook. Links roepen ze bij de club, rechts roepen ze bij de club. Links roepen ze bij de club, rechts roepen ze bij de club. Maar wij moeten nog even samen staan. Wij moeten nog nu 3 wedstrijden samen gaan. Wij moeten nog de punten maar eventjes te pakken.